En het korps Douane Suriname krijgt een nieuw gebouw. Vandaag vond de eerste steenlegging plaats van het gebouw dat komt te staan aan de Abattoirweg. De ministers Gilmour Hoefdraad en van Financiën en Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie legden de eerste stenen. Volgens minister Chotkan is het opzetten van dit gebouw een mijlpaal omdat de douane niet over een eigen gebouw beschikte. Vanaf ik in de functie ben gekomen van minister, heeft de minister van Financiën met me gesproken. Van luister, ik ben niet alleen van plan, maar het is gewoon een must. We zijn verplicht om een gebouw voor de douane op te zetten, omdat die er niet is. En dat was voor mij bijna een puzzel waarom dat er niet was. Maar vandaag horen we natuurlijk hoe lang men heeft genomen, maar niks komt voor zijn tijd. Het nieuwe gebouw wordt gefinancierd uit middelen van de Inter-American Development Bank, zei minister Hoefdraad. Er is een periode van 10 maanden uitgetrokken om het gebouw volledig op te zetten. Het kunnen behuizen van de douane in een geriefelijk en van de beste faciliteiten voorzien complex is een must en absoluut geen overbodige luxe. Het zal een geriefelijke werkruimte bieden aan de douane met ook een zeer effectief en vriendelijk klantenservicegebied. En ik kan u garanderen, mevrouw De Vlucht, als er ruimte is voor uw bond om te vergaderen en die eisen op tafel te leggen die jullie daarna aan me voorleggen. Qua kantoorfaciliteit zullen alle moderne elektracommunicatie en andere ICT-equipment worden aangebracht. In principe gaat het gewoon sleutelklaar worden opgeleverd. Ik ben er trots op, maar zoals gezegd, vooral trots op de eigen mensen die in de planning zaten. Zij die in detailuitwerking, in aanbesteding en in andere voorbereidingen zaten. Voor het werk dat is verricht om deze dag mogelijk te maken. Minister Gilmour Hoefdraad vandaag bij de eerste steenlegging van het nieuw gebouw van het Korps Douane Suriname.